De Voedsel- en Warenautoriteit heeft nu een actie gezet richting Theo Hiddema, die gerookt had op tv. Maar het land wordt natuurlijk steeds gekker. Er is nu een voetbalclub in Assen waar je ook op het veld niet mag roken. De FC Assen. Ik kwam er al nooit. Nu zal ik er helemaal nooit meer komen. Waren de voetballers aan het roken dan? Nou, nee, maar het publiek mag ook daar niet meer roken. Maar kijk, als ik nog op het terras zit en je wordt gek van de uitlaatgassen van alle auto's die voorbij razen, daar hoor ik nooit iemand over. Maar ik hou me altijd keurig aan de huisregels. En overal waar ik mag roken, rook ik. En ik hou er geen rekening mee dat ik in beeld ben. Maar thuis mag je toch niet roken, Ik vind het nog steeds niet smerig als je ergens rookt. Maar je vindt dat op tv wat Theo Hiddema gedaan heeft, dat moet dan ook kunnen? Nou, ik heb het voor de laatste keer gedaan. Toen was ik verdwaald bij Spuiten en Slikken. Ken je dat programma? Ja, nee, ja. Dat was een erg leuk programma. De eerste vraag was toen ik het de eerste keer deed, hoe snel ik klaar was. De allereerste keer. En, wat was het antwoord? Nou, ik weet nog wel dat ik een antwoord gaf en dat ik thuis kwam dat mevrouw Schater lachend op de bank zat. Oh ja? Ja. Je had drie minuten gezegd. Vond het te lang. Maar toen hadden ze een sigaar voor mij neergelegd met een aansteker en een asbak. Dat programma wil graag provoceren. Daar zijn wij helemaal niet in geïnteresseerd in provoceren. Nee. Maar daar wel. En die kregen dus een bekeuring, hè? €1.500 boete. Echt waar? Omdat er in beeld gerookt was. Dus ja, Theo moet nu ook aftikken? Nee, als dat in het programma is. Maar de programmamakers zijn verantwoordelijk, niet Theo. Okay. Als ik hier een sigaar op steek, krijgt RTL een bekeuring. Maar dan kunnen ze er nu niet meer bij hebben. Nee. Want je zat er even over na te denken, maar dan krijg je een sigaar uit eigen doos. Daar heb je ook geen zin in, natuurlijk allemaal.